Met wat voor gevoel sta je hier? Leeg. Ontzettend leeg gevoel. Wij dachten een onderhandelaarsakkoord te hebben. En uh, dat bleek niet zo te zijn. We hebben echt met z'n allen keihard gewerkt de afgelopen weken. om uh, een goed gevoel te krijgen. We hadden een onderhandelaarsakkoord, dus daar zitten compromis in voor alle partijen. Daaruit konden uiteindelijk niet alle achterbannen Ik kon op steun rekenen, moet ik zeggen. Waar liep het op stuk? De deadline. is een heel ingewikkeld proces, heeft ook met heel veel factoren te maken. Ook eh, onduidelijkheid vanuit, vanuit landelijk of wat dan ook, opkopersregeling. En eh, ja, dat zou handig geweest zijn als het er allemaal duidelijker door was gekomen. Was het niet, ja, dan strandt het hierop. Dus de BBB is teruggekomen op de afspraken die met de andere partijen waren gemaakt? We hadden een onderhandelingsakkoord. Dus het antwoord is ja? We hadden een onderhandelingsakkoord.